Claudia de Breydam, die heeft het maar druk. Een toerenradioprogramma en natuurlijk de kleine Bing waar ze heel trots op is. Maar toch heeft ze nog een klein beetje tijd over voor een nieuwe studioplaat. En daarmee gooit ze het dit keer over een totaal andere boeg. Sleur met jou, ik heb zo'n zin in sleur met jou. 5 jaar na haar eerste studioplaat Niet Alleen breidt Claudia's studioalbum Numero Due in elkaar. Klau gooit het dit keer over een andere boeg en komt met een poppy-album. Niet echt Claudia Goes Britney, ik denk Claudia Goes... Snufje Bluff, Toefje John Mayer. Zij verstaat de kunst van bij me horen. Maar als je wil dat het bekt, dan kan je niet elke tekstvondst overeind laten. Dan moet je lekker bij Lurelei of bij Purperen gaan zitten en mooie woordvondstjes doen. Maar ik wil toch meer, ja, het gaat meer richting Bluff, denk ik, dan richting Purper. I don't want no substitute, maybe I swear it's deja, as a flick so. Terwijl de lachers normaal aan Claudia's kont hangen, raakt ze nu liever de gevoelige snaar. Ze pent een tranentrekker over 2 gesneuvelde soldaten in Uruzgan. Oké, je wou het zelf, maar weet iemand ooit precies waar hij voor tekent? Die familie heeft mij gevonden. Dat is wel weer heel erg mooi van internet. Die hebben het een keertje op televisie gezien. En het is een eigen leven gaan leiden op YouTube. Er zijn ook militairen in Uruzgan die zelf een clipje hebben gemaakt bij dat liedje. En het mooiste wat mij kan overkomen is dat ik... Je hebt zo'n soort geluid. Dat zijn tasjes die opengaan, want dan worden er zakdoekjes gepakt. Om ervoor te zorgen dat haar juweeltjes regelrechte hits worden, zoekt ze inspiratie aan de overkant van de grote plas. Oprah Winfrey is de grote voorbeeld. Er staan 1 mei in Carré. En daar kunnen er 1500, 1700 in of zo. En je hebt een kans van 1 op 10 dat je de cd onder je stoel hebt. Want ik heb altijd al een Oprah Winfrey moment willen hebben van... Look under your chair! Ik ga dan zelf met een rol gaffateuvel... Ga ik de zalen in, ga ik ze allemaal onder de stoelen plakken, ja. Met mijn eigen snot plak ik ze onder de stoelen. Terwijl de bezige bij drukker is dan ooit... slingert ze in september weer een nieuw tv-programma op de buis. Het wordt een personality show. En ik denk dat het heel veel gaat over de dingen die ik mooi en leuk en goed vind. Toch een soort Oprah. Look under your chair, everybody. Sinds afgelopen zomer is Klau trotse mama van zoon Bing. En midden in de poepluiers en de babyvoeding voelt ze zich helemaal thuis. Ik vind het eigenlijk verbazend goed te combineren. Eigenlijk werkt het allemaal wel samen. Omdat je wordt ook wel wat... Ook al heb je het drukker, je wordt toch wat rustiger. Ik kreeg je in mijn armen. Ik hield je heel goed vast. Je wereld verandert wel. Maar vooral in dat je... Je komt thuis van een voorstelling en normaal... Ga je dan nog een beetje achter je laptop zitten. Je kijkt nog een beetje televisie, je gaat naar bed. En nu ga je naar zijn kamer, want dan kan je nog even het lampje uitdoen. Dan kan je hem nog even zien. Iedereen heeft het mooiste kind, maar de mijne heeft natuurlijk gewonnen. Ja, dan wil Van Merck heel makkelijk zeggen hoe die cd heet. Die wordt 1 mei gepresenteerd tijdens de show in Carré. En die cd heet Samen wakker worden, ergens heen, lekker eten en weer slapen. Zo heet die lekker cd. Lekker kort. Met lekker kort had hij ook kunnen heten, eigenlijk. En dat boek krijgt nou titel. Dat is een enorme hit, hè, ja. In de winkels. 50.000 exemplaren. Zo. Krijgt nou titel. Heel veel vrouwen denken dat ze grote borst als het lezen. Dat is het geheim van het boek. Het scoort. Het scoort. Goed, dit was RTL Boulevard. Een bijzondere dag waarop u onder andere bij ons zag dat Katja Schuurman toch zwanger zou zijn. Robert Schumacher de fiscus voor tonnen opgelicht zou hebben. En Diane Beekman er helemaal doorheen zit nadat er gisteren bij haar is ingebroken. Morgen zijn we er weer om 6:30. Ik zie u graag dan. Dag. Doei, Loei. Je bent er morgen.